Dat was Normaal uit 1977 met Oerend Hart. Kan je het nog herinneren? Ja, dat, we hadden het toen geheim gehouden en er waren maar 1200, 1300 man waren er slechts om dat te bekijken toen het opgenomen werd. Het was lachen hoor. Goh, iedereen was dronken. Hey, als ik nou zeg, voelen jullie nog steeds OHIO? Ohio, ja. Onmundig, hervig en adder. En voel je dat nog steeds? Ja. En ik spreek namens het hele clubje. Ja. Krachtig. Je bijnaam is Buizenberend, maar dat lees je niet meer zoveel. Benny is het geworden gewoon. Ja, zo weet ik echt. Buizen, dat is zuipen. En eigenlijk kan ik helemaal niet zo goed tegen drank. Ik ben vrij snel dronken. Ja, hoeveel biertjes heb je nodig? Om zat te worden? Oh, 10, 12. Ja? Maar voorheen was het... Een jongen stilte. Er is een hoop veranderd. Ik bedoel, 11 jaar ben je al bezig. Ik heb een interview gelezen dat je tot de eeuwwisseling wilt doorgaan. Ja, we zijn 12,5 jaar bezig, maar Oerend Hart, dat is 11 jaar geleden. Toen werden we dan echt landelijk bekend. We gaan tot de eeuwwisseling door. Ik zie niet in waarom niet. Fysiek is het nog wel vol te houden. Want vandaar ook dat je dat buizen niet meer zoveel hoort. Want als we de hele dag zat zouden zijn, zou je dit vrij zware werk niet zo lang kunnen doen. Maar er zijn verschillende oude bluesjongens die houden het ook vol tot ver na hun pensioen. Dus waarom jullie niet? Waarom wij niet? Ja. Dit is helemaal nieuw, hè, wat jullie hier hebben gebouwd. Ja. Wat staat die man steeds te zwaaien? Hij is onze dirigent. Dank je wel. Ja, het is... Maar dit is helemaal nieuw decor, hè? Ja. Jij ontworpen? Ja. We wilden dit jaar, vanwege het 12,5-jarig bestaan, wilden wat extra aandacht aan besteden. En dat is, ik was er één keer mee aan de gang en toen liep het helemaal uit de hand. Ik vond het zo mooi om te doen en ik dacht, ja, maar dat is toch bijna niet meer uitvoerbaar. Maar op dat moment denk je daar niet aan. En iedereen die het zag was zo enthousiast. We hebben een bedrijf gevonden die het voor ons heeft uitgevoerd. Want in de vroegere jaren schilderde ik het zelf. Ja. Met behulp van de jongens die de grote vlakken deden. En ik kleine stukjes, details. Maar nou hebben we het laten doen. Ja, en u gaat dan mee optreden met dit? Ja, dit gaat het hele land door. Ongesubsidieerd en in alle uithoeken van het land in feesttenten. Ja. En dat is dus nogmaals ongesubsidieerd. Dat is vrij bijzonder, met zoveel inspanning en zoveel investering om iets overal te kunnen brengen van Heere Jezus Veen tot Stamperschat. En vertel eens over er is een groep met fans en die komt steeds op een fiets, hè? Ja, dat is een overdekte fiets waar er ongeveer een man of 10 in zitten. Het zijn allemaal broers en slagers, een stukje baarden en die fietsen dan. En voorin zit er een met een autostuur, dat ding is dan bestuurbaar ook. En daar trappen ze alle optredens af, dus... Er is geen agent die daar wat aan doen kan. Ze versperren alleen behoorlijk de weg. Er zit ook wel eens vast in de sloothek gehoord. Maar dat gaat meestal wel goed, ja. Ze gaan ook naar de kermis toe, ja. Kan ik zeggen. Wie gaat naar de kermis? Okay, hartstikke bedankt. Leuk dat jullie er zijn. We gaan even kijken naar een nieuwe single. Normaal in de studio. We hebben het allemaal al gezien. Wie gaat naar de kermis? Is dat zo goed uitgesproken? Perfect. Ah. Bijna. De kermis toe. Wie gaat naar de kermis? Ik kan maar weer een maar vraag me niet hoe. Wie gaat naar de kermis? Ik met jou het goede pak aan en mijn strikske weer. In 2 dagen tijd draai ik mijn geld de deur. Zeg allemaal een proost. Proost! Hey! Een Ooh.
naar de kermis toe.